Mag ik u wat vragen? Nee. 40 jaar trommel. Ja. Hoe is dat begonnen? Dat begon met dat ik op blokfluitles moest van mijn moeder. Ja? En dat vond ik maar niks. Ik zei, ik wil achter een drumstel. En mijn moeder zei, dat is niks. Dat is niet voor bij ons in huis, zo'n drumstel. Dus daar hebben we geïnformeerd. En toen bleek dat je thuis op een houten plankje mocht oefenen. Dus, en toen mocht ik van mijn moeder op de trommel slaan. Ja, dus... Toen zijn we bij Wilhelmina gaan informeren. En toen was het eigenlijk klaar. Ja. Het begon op een plankje? Begon op een plankje, ja. Ja. En op een tafel gewoon, ja. Maar dan ging de deuk in de tafel, dus dat was niet anders. Dat was niet anders, nee. Ja. En nou sta je daarop, ik loop een beetje om je heen, dan zie je de rest van de mensen. Die markt ook een beetje. Cultuurhistorische markt, voel je jezelf nou ook een beetje onderdeel van die cultuurhistorie? Ja, in principe wel, ja. Ja. Ik vind het op zich wel mooi dat de trommelslager van Hoogeveen gewoon als historie door blijft gaan. Ja. Dus ik denk dat moet niet stoppen, dus ik heb me opgegeven voor de trommelslager. Maar je doet het sowieso ook via Wilhelmina al langer, hè? Ja, maar dat was meer inval, want er waren eigenlijk genoeg tamboers, totdat ik op het moment de tamboers eigenlijk allemaal ophielden. Ja. Door sporten en werk en weet ik wat allemaal. Dat werden dus steeds minder en we gingen over van een drumband naar een mallet-band. Dus dan heb je ook minder tamboers nodig. Dus die tamboers waren eigenlijk niet meer nodig. En toen is die tamboers overgenomen door de historische vereniging Die Luiden van het Hoogeveen en toen ben je gewoon doorgaan doen. Precies. En wanneer ben je zelf begint als tamboer dus? Om zo te zeggen, bij activiteiten. Oh, dat weet ik zo niet meer. Want dat was dat niet toen dat beeldje geplaatst werd bij de grote kerk? Oh ja, de trommelslagenbeeldje. Dat was ja. De eerste dat we met de hele vereniging eigenlijk daar stonden. Met een stuk of 8. Ja. Van die trommelslagers. Dus die het toen allemaal nog deden. Ja. Dus toen mocht ik ook meedoen. Dus, Ja. En dan vanaf dat moment dus ook als eenvoudig bij andere activiteiten als trommelslager actief. Ja. Ja. En dat doe ik al een tijdje. Dus. Ja, al met al, alles bij elkaar 40 jaar, dus dat is al wat, hè? Ja, precies. Ja. En ja. Het is nog steeds een leuke hobby. Ja. Elke donderdag repeteren bij de muziek. Ja, dus prachtig. Ja. Nou, dat je nog langer mag deurtrommelen. Ja, dus ik zou zeggen, geef nog een roffel. Oké, ik zal nog even wat doen.